Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Mel and Val. Kali ini kita akan berbagi cerita mengenai para perantau yang tinggal di Belanda. Di program ini, kami akan menemui teman-teman Indonesia atau juga dari negara lain yang akan membagi pengalamannya di perantauan. Semoga terhibur. Tamu kita hari ini bukan seorang perantau, tapi pekerjaannya berhubungan erat dengan para pendatang. Darinya, kita akan menggali lebih dalam tentang kesulitan-kesulitan apa saja yang biasanya dihadapi oleh mereka yang belajar bahasa Belanda. Juga tips praktis supaya lebih cepat menguasainya. Halo teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan berbincang-bincang dengan dosen bahasa Belanda di Belanda, yaitu Geno. Geno, how is it? Mij is het goed, dank je. Hoe is het met jou? Ja, ook goed. Fijn dat ik vandaag kan kunnen jij te interview. Om te beginnen, kan jij in kort vertellen over jezelf? Ja, ik ben Geno Trimbos. Ik ben 55 jaar. Ik woon in Bemmel. Ja? Ik ben getrouwd met Retno, een Indonesische. En we hebben samen een dochtertje, Adinda. En in mijn dagelijks leven, mijn werk is, ik ben NT2 docent. Ja? Dat betekent dat ik Nederlandse les geef aan buitenlandse studenten. En dat doe ik aan de HAN in Arnhem, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Oké, en hoe lang werk je als docent Nederlands? Dat doe ik nu 10 jaar alweer. 10 jaar? Ja, oh, dat is best lang. Dat is best wel lang inderdaad, ja. Oké, en voordat jij voor HAN werk, heb je ook bij iedere organisatie heb gewerkt? Of is de eerste? Nee, dat was wel mijn eerste school, maar daarvoor, ik heb Nederlands gestudeerd in Nijmegen. Oké. En daarna heb ik bij een aantal andere bedrijven gewerkt. Onder andere bij Elsevier, daar heb je misschien wel eens van gehoord, dat is een grote uitgeverij. Ja. Dat heette dat Reed Business. En daar heb ik ook gewerkt heel lang. Ja. Oké. En je geeft Nederlandse les aan de buitenlandse studenten die Nederlandse taal leren. Wat is de allermoeilijkste om Nederlandse taal te leren? Het moeilijkste is vaak de uitspraak en de grammatica. Ja, dat ik herken wel, ja. Ja. Dat vond je ook. Tot nog steeds. Ja. Maar weet je, er is ook een groot verschil. Niet voor iedere student is de taal even moeilijk, zeg maar. Dus. En hoe zie je als docent Nederlands aan buitenlandse student die Nederlandse taal te leren? Is het mensen die uit sommige landen gemakkelijker of juist moeilijker om taal te leren? Bijvoorbeeld, zoals mensen die komen uit China of Arabisch. Ze hebben een andere schrift dan ons. Ja, ik heb studenten van over de hele wereld. Maar bijvoorbeeld Duitse studenten, daarvoor is het Nederlands minder moeilijk als dat je bijvoorbeeld uit China komt. Want dat is een hele andere taal. Ja, oké. Dus het hangt ook wel een beetje vanaf uit welk land je komt. Hoe moeilijk het is, zeg maar. Okay. Sowieso hebben ze een ander schrift inderdaad, want ik kan ook geen Chinees lezen, maar het is ook vooral een klanktaal, het Chinees en het Arabisch. Dus dat betekent dat als je Nederlands leert, dat het helemaal niet op het Chinees lijkt. Ja. En bijvoorbeeld voor studenten, als je uit Duitsland komt, het Duits en het Nederlands, dat lijkt best wel veel op elkaar. Dus het is voor inderdaad studenten uit het Midden-Oosten of uit China, is het veel moeilijker om Nederlands te leren dan Duitse studenten inderdaad bijvoorbeeld. Ja. Oké, dat is iets te maken met die achtergrond van hun taal, ja? Ja, de structuur en hoe de taal inderdaad is opgebouwd. Dat is heel anders dan de taal zelf. Ja. Dat betekent, Kijk, het Chinees is een klanktaal, dus dat betekent dat als jij bijvoorbeeld zegt hi of ha, dat heeft al een hele andere betekenis. Oké. Terwijl in het Nederlands is dat vaak, of je heeft een accent niet zo heel veel, kan het nog steeds hetzelfde betekenen. Ja. Maar dat is, in het Chinees is dat legt dat heel precies. En daarom is voor Chinezen is het ook veel moeilijker om Nederlands te leren. Oké. En ik ben benieuwd, geef je ook les over Nederlandse cultuur?
Ja, ik heb ook exchange studenten, dat zijn buitenlandse studenten en die kunnen ook van over de hele wereld komen. Ja. Die studeren aan een buitenlandse universiteit en die volgen een cursus bij ons in Arnhem aan de Han voor een half jaar. Ja. En dat zijn dus uitwisselingsstudenten. Ja. En dan geef ik los van de Nederlandse taal, geef ik ook Nederlandse cultuur. Dus dan vertel ik ze iets over hoe je omgaat met Nederlanders. Ik vertel ze iets, ik laat ze bijvoorbeeld in Arnhem, neem ik ze mee naar een molen, ik laat ze kaas proeven, ik neem ze mee naar het Openluchtmuseum in Arnhem. Daar heb je allerlei verschillende huizen en dan kun je met een tram door het park gaan. Dus ik vertel ze ook iets over, over de Nederlandse samenleving inderdaad. En dat combineer ik met, met de taal. En wat vinden ze over Nederlandse cultuur? Is dat... Is dat heel anders? Ja, natuurlijk, dat is heel anders voor hen, maar wat vinden over Nederlandse cultuur? Is dat echt open of... Jij komt zelf uit Indonesië. Natuurlijk, mijn vrouw komt ook uit Indonesië. Ja. Nou, je weet, dat weet ik inmiddels zelf ook, het eten is heel belangrijk voor Indonesiërs en voor heel veel andere buitenlandse studenten ook. Maar als je bijvoorbeeld in Arnhem studeert, voor Nederlandse studenten geldt, in de lunch, ze eten een broodje kaas of een broodje met salade of zo, terwijl in Indonesië en in andere landen neem je hele maaltijd en ga je bijvoorbeeld een half uur of ga je langer, neem je de tijd om te eten en dat doen de Nederlanders niet, die gaan vaak door en die eten snel een boterhammetje tussendoor. Ja. Dus dat bijvoorbeeld, als jij als buitenlandse student in Nederland komt studeren, moet je weten dat we niet zoveel tijd nemen om te eten. En dat zou voor jou bijvoorbeeld, als je in Nederland komt, ook een beetje moeilijk zijn. Ja, maar hoe komt dat Nederlanders hebben niet zoveel tijd om te eten? Eigenlijk komt het omdat Nederland anders geen eetcultuur hebben. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Wij hebben een beetje van huis uit, van mijn ouders heb ik meegekregen wel bijvoorbeeld, je eet aardappels, vlees en groenten. Ja. Maar een echte Hollandse keuken is niet heel beroemd, zeg maar. Terwijl Indonesische keuken of een Italiaanse keuken, die hebben hele speciale gerechten. Maar als ik aan jou vraag, wat is nou typisch Nederlands? Wat zeg je dan? Stampot. Ja. Stampot. Ja, dat is nu in de winter. Iedereen kent stampot. Ja, en nu in de winter is dat wel lekker, maar in de zomer ga je geen stampot eten. Nee, dat is te zwaar. Ja, dat is te zwaar. Ja. Dus als je het hebt over cultuur, nou, eten is voor heel veel mensen belangrijk. Ja. Nou, de eetcultuur in Nederland is sowieso, we hebben niet zo heel veel bijzondere gerechten. Ja. En wij nemen niet zoveel... Wij nemen niet zozeer de tijd om heel uitgebreid te eten. Ja. Misschien wel 's avonds, maar tussen de middag in Indonesië denk ik dat je gewoon wel misschien een uur of zo neemt om te eten en te praten. Ja. Maar in Nederland hebben we zoiets van even snel een boterhammetje en weer doorgaan. Oké, dat is apart. Oké, daarom noemen wij dat cultuur. Ja, dat noemen we cultuur, ja. Ja. En hoe zie je als naar Indonesische studenten die Nederlandse taal te leren? Is het... moeilijk voor hen en meestal wat vinden ze moeilijk? Ik heb best veel Indonesische studenten gehad en dat heb ik ook nog steeds wel. Voor Indonesische studenten valt het meestal wel mee. Waar de meeste Indonesische studenten moeite mee hebben is het lidwoord. Bijvoorbeeld de of het. Soms gebruiken ze geen lidwoord in die zin. Ja, omdat we hebben geen lidwoord. Nee. Dus daarom is het heel moeilijk om dat te doen inderdaad. Ja. Dus dat is een voorbeeldje van waar Indonesische studenten best wel moeite mee hebben met gebruik van het juiste lidwoord inderdaad. En jullie hebben ook geen verschillende tijden, zeg maar verleden tijd, tegenwoordige tijd. Ja. Je hebt gewoon, je zegt van makan, eten. Ja. Of je nou vandaag... We krijgen het nu, vandaag of morgen of gisteren, genoeg. Ja. We praten niet de werkwoorden. Precies, ja. Okay. Dus dat moet je dan als Indonesische student, maar ook voor andere studenten, dat moet je wel echt specifiek leren. Dus ik eet, ik at, ik heb gegeten bijvoorbeeld. Ja. Oh, dat is meer grammatica, hè? Ja, de probleem, niet de uitspraak. Nee, ik denk als ik heel eerlijk ben, als we het hebben over Indonesische studenten, dat de uitspraak niet het grootste probleem is voor de Indonesische studenten. Ik denk meer de grammatica dan de uitspraak. Ja, voor mij is moeilijk is een klemtoon. Oh, een klemtoon? Ja, want we praten plat in Indonesië. Geen klemtoon. Klemtoon. Nee, zoals het woord voorkomen. Als je de klemtoon voorkomen, dat is anders als je zegt voorkomen, is een andere betekenis. Ja, klopt, ja. Ja, dat is nog steeds voor mij moeilijk. Een beetje moeilijk, ja. En ook G te zeggen. Ja, de G is G. Vaak heel moeilijk. Ja. Mijn naam is Geno. Ja, daarom in Indonesië noemen je Geno, maar hier moet ik jou Geno met... Ja.
sterk. Ja, nee, dat klopt. En waar we heel veel buitenlandse studenten ook moeite mee hebben is, ik ga naar school. Ja. Dan wordt het vaak STH. Ja. Ja, dan wordt het vaak school. Ja. School wordt SK. In het Engels zeg je ook school. Ja. Maar in het Nederlands zeg je geen school, maar school. Dan is het SG, school. En chocolade. En die klank SG, G, ja, dat is moeilijk vaak, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dat weet ik. Ja. Ik leer nog steeds dat nu toe. En is dat veel Indonesische student bij jouw klas? Ik moet je eerlijk zeggen, toen ik 10 jaar geleden bij de HAN begon, had ik heel veel Indonesische studenten, Chinese studenten en Duitse studenten. Als ik praat over hoe het nu is, zijn er veel minder Indonesische studenten, maar de meeste Aziatische studenten komen tegenwoordig uit Vietnam. Oh, dat is opvallend. Ja, hoe komt dat dan? Opeens veel Vietnamse... Ik denk dat misschien dat het voor Vietnamese studenten goedkoper is met de beurs. Dat weet ik niet zo goed. Oh, okay. Is het 50% of 30%? Ja, ik denk wel van de buitenlandse studenten dat dat bijna misschien wel 50% is. Ja. Oh, dat is best veel. Hè? Dat is best veel. Ja, en er komen natuurlijk ook veel studenten uit Duitsland, want dat is natuurlijk ook dichtbij. Ja. En verder ook uit Europa, West-Europa en uit Oost-Europa. Maar uit Azië... Ja, eigenlijk vooral Vietnam en dan toch ook nog wel wat Indonesiërs, maar eigenlijk ook vrij weinig Chinezen. Dat was vroeger ook veel meer. Oké, ja. Ja. En hoe lang duurt het om de laatste taal te beheersen? Ja, dat is een beetje moeilijk te zeggen. Kijk, ik geef Nederlands aan de eerste en de tweedejaars studenten. Die krijgen 2 keer in de week 2 uur les. Mm-hmm. Dus dat is 4 uur in de week. Mm-hmm. En dan moeten ze, na 2 jaar moeten ze op het niveau A2 zitten. En A2, mm-hmm. dat heb je misschien, jij hebt zelf ook Nederlands geleerd. Yeah, yeah. Is eigenlijk het inburgeringsniveau. Yeah, yeah. Alleen, ik zeg altijd tegen de studenten van, je hebt de les en je gaat oefenen met allerlei dingen. Maar eigenlijk, de taal leer je pas buiten de les. Dus je kunt niet alleen in de les van de taal leren. In de klas. Ja. Ja, je moet eigenlijk contact hebben met andere mensen. Je moet veel zelf lezen. Yeah. Je moet proberen te spreken, het nieuws te volgen. Ja. En dan, het hangt er dus van af hoeveel je buiten de les met de taal bezig bent, of je het sneller leert of dat je echt wel zeker 2 jaar nodig hebt. Maar die vraag kan ik aan jou stellen. Hoe lang heeft het jou geduurd om het inburgeringsdiploma te halen? Om diploma te halen, dat is 1 jaar voor mij. Okay. Maar om goed spreken, dat is jaren. Dat blijft doorgaan. Komt vanzelf. Door oefenen, door sociaal contact maken met mensen. Ja. 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 Ja, dat is eigenlijk door oefenen. Dat is het. Ik zeg altijd van, je kunt het niet alleen maar in de les doen met een docent. Je moet het samen doen met je vrienden. Dat is gebaseerd op mijn ervaring, dat is niet genoeg. Nee, zeker niet genoeg. Niet genoeg. Ja. Nee, want je kunt zeggen, ik kan de grammatica, maar je moet het ook spreken, maar je moet ook luisteren. Ja. En ik kan heel langzaam met jou spreken, maar als je naar het nieuws luistert of naar andere Nederlandse mensen, die praten sneller of die praten met een accent. Ja. En dan moet je allemaal proberen te begrijpen, wat zeggen de mensen nou? Ja, want Nederlander die in Groningen wonen en in Limburg, ze hebben gewoon andere dialect. Ander dialect. En meestal, ik kan niet alles begrijpen door dialect. Nee, maar dat heb ik zelf soms ook wel moeite mee, dat ik zelf soms iemand uit Limburg ook niet zo goed kan verstaan, inderdaad. Ja, dus, En is het verschil tussen oudere en jonge mensen om... Nou, het is wel zo, denk ik, over het algemeen kun je dat zeggen, het is niet altijd zo, maar voor jongere mensen, kijk, ik werk dus vooral met studenten, is het makkelijker om de taal te leren als dat je al echt wat ouder bent. Dus dat is wel, en als je echt als kind zijnde, is het nog makkelijker. Ik heb een heel mooi voorbeeld. Adinda, onze dochter, is een beetje, is tweetalig opgevoed, Indonesisch en Nederlands. En ze spreken allebei goed. Spreekt allebei goed en het gaat makkelijk omdat ze eigenlijk vanaf baby al met allebei de talen is opgegroeid. En dat is eigenlijk, dat is ideaal als dat kan, zeg maar. Oké, ja. En hoe belangrijk om Nederlands te beheersen? Ja, weet je, die vraag kan ik ook aan jou stellen, aan mij en aan mijn vrouw. Het hangt ervan af van, kijk, je hebt ook een Nederlandse partner, ik heb een Indonesische partner. Maar goed, als je echt in Nederland wilt studeren of wilt werken, dan zou ik zeggen, het is heel belangrijk om te kunnen functioneren in de maatschappij, is het belangrijk om de taal te leren. Ja. Als je gewoon op vakantie bent. Ja. Kijk, ik heb een Indonesische vrouw, maar ik ga niet zo heel vaak naar Indonesië. Maar ik moet het wel een beetje kunnen. Ja. Ja. Maar ik hoef niet te werken in Indonesië. Ja. Als ik zou moeten werken in Indonesië, zou ik de taal echt moeten leren. Dus omgekeerd zeg ik dat ook voor als je Nederlands moet leren, als je gaat studeren of gaat werken, vind ik het heel belangrijk. Ja. En anders zou ik zeggen van, dan is het niet zo heel belangrijk. Want dat weet je ook, Nederlanders spreken vrij veel Engels. Ja. Dus dan kun je in het Engels ook prima rennen. Ja, oké.
En gebaseerd op je ervaring, wat zou je adviseren aan mensen om Nederlandse taal goed te leren of te kunnen beheersen? Nou, je hebt bijvoorbeeld, we zitten hier nu in een bibliotheek in Arnhem. Je hebt hier in Arnhem in Rosette heb je ook taalcafés. Dus dat betekent eigenlijk, kijk, je kunt een les volgen bijvoorbeeld bij mij, een Nederlandse les. Maar uiteindelijk is het belangrijk dat je met andere buitenlanders probeert de taal te oefenen. Okay. En dat denk ik, het sociale contact, dat het belangrijkste is om de taal te leren. Dus daar actief mee bezig zijn. En praten, luisteren, maar ook proberen het nieuws te volgen op internet, websites, tv kijken en dan kijken of je het kunt begrijpen. Dus actief bezig zijn met de taal, dat zou ik eigenlijk zeggen. En durven te oefenen. Ja, sommige mensen durven niet, omdat misschien ze kunnen niet mij begrijpen of zo. En wat is En wat ik altijd zeg van, als ik Indonesisch spreek, maak ik ook heel veel fouten. Ja. Belangrijkste vind ik, probeer het te doen. Wees niet bang. Probeer in je hoofd niet een soort blokkade te hebben van, oh, ik mag geen fouten maken. Maar probeer het te doen. En mensen vinden het heel belangrijk en reageren meestal positief als je Nederlands durft te spreken. Maar als je bang bent om fouten te maken en niet zegt, dan is het moeilijk. Dus eigenlijk wees niet bang en doe het gewoon. Ja. Ga gewoon naar een bieb, ga naar een winkel, ga naar een café en bestel gewoon iets in het Nederlands. Ja. Ja, probeer het gewoon. Ja. Gewoon maar het leren van iets heeft te maken met durf fouten te maken. Ja. En iedereen maakt fouten. Ja. En wees daar niet te bang voor, zou ik eigenlijk zeggen. Ja, ik herinner nog dat ik wil iets bestellen bij een bakkerij. Mm-hmm. Ik gewoon zeggen dat ik wil graag broodje wat. En kan ik meteen betalen. Mm-hmm. En daarna, toen de medewerker vroeg iets anders, ik kan niet begrijpen. Ik vermag niet dat de medewerker zou zo'n ding iets vragen, omdat ik ga bestellen, punt, betalen, klaar. Ja, dan schrik je een beetje, dan heb je iets in je hoofd, maar dan moet je eigenlijk een paar zinnetjes leren van, sorry, ik begrijp u niet, kunt u het nog een keer herhalen zo, of kunt u wat langzamer spreken, maar en dat moet je dan, een paar van die zinnetjes moet je dan misschien leren, zo van. De laatste vraag, ik ben benieuwd, kan je ook Indonesisch spreken? Want je vrouw is Indonesisch. Sedikit. Sedikit. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Ja, baik. Baik, baik. Yeah. Baik, ja. Hari ini, hari, apa makan? Makan apa? Zo alleen een paar woorden. Okay. Ik kan niet een heel gesprek met jou in het Indonesisch. Maar je begrijpt een klein beetje. Ja, want ik heb je al verteld, Retno, mijn vrouw, spreekt met Adinda Indonesisch. Yes. En je hoort elke dag ik wel de woorden. Ja, ik hoor iedere dag Indonesisch, dus ik kan het wel passief een beetje volgen. Ja, ja. Maar het is voor mij moeilijk om een heel gesprek in het Indonesisch te doen, inderdaad. Oké, en wat is alle leukste van Indonesisch woorden die je leuk vindt? Alle leukste van alle kleine beetje. Ja, maar bijvoorbeeld twee kinderen, dan zeg je, wij zeggen kinderen, in het Indonesisch zeg je anak-anak. Ja. Dus dat vind ik heel grappig, dat je dan hetzelfde woord herhaalt. Oh, om meervoud te zeggen, om meervoud te zeggen, herhalen. Anak-anak. Orang-orang. Anak-anak. Ja, oké. Vind je dat leuk en makkelijker, ja? Is wel makkelijker, Dus dat is wel grappig in het Indonesisch. Dus misschien is het wel makkelijker om Indonesisch te leren dan Nederlands. Maar daar zou ik ook wat meer moeite voor moeten doen misschien. Ja, eigenlijk allemaal is door ervaring, ja. En ik kan dat gevoel van de taal ook krijgen. Want ik zou hetzelfde hebben als ik in Indonesië zou zijn, daar heb ik ook wel gemerkt, of je op Java bent of op Sumatra, ook daar heb je weer hele andere dialecten, streektalen, dan is het vaak dan is het vaak ook weer moeilijker te volgen of zo, het echte Javaans of het Bahasa Indonesië. Dat is leuk. Luc, Geno, kan ik vandaag jouw interview en dank je voor je tijd. Ja, graag gedaan, ik vond het ook heel leuk. Ja, dankjewel. Oké. Halo teman-teman, demikianlah perbincangan saya dengan Geno. Semoga perbincangan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di interview selanjutnya.